De KRO presenteert... Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox... en Joke Bruis. Sjoerd Plezier... en Moena Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee naar de jaren 50. Toen geluk heel gewoon was. Meneer Kooijman, u krijgt zometeen een seintje en dan komt u maar naar binnen. Graag! Hoe wil je hem hebben, Jan? Meteen als hij naar binnen komt. Ja, dat je hem ziet na een werkdag. Ik heb veel mensen gefotografeerd, hè? Van Corrie Brokken tot minister Drees. Maar zo'n ijdeltuit heb ik nog nooit gezien. Vind je het gek? Het was gisteren nog een doodgewone buschauffeur. Morgen staat hij met een grote foto in het Vrije Volk. Krijgt hij een onderscheiding van burgemeester van Walsum. Nou, dat is nogal logisch dat je dan een beetje naast je schoenen loopt. Fijne onderscheiding. De gouden veiligheidsspeld. Dat is toch het mooiste wat een buschauffeur kan overkomen? Een jaar lang schadevrij gereden. Nou, alles klaar? Ja hoor, laat die Sterling Moss maar komen. Ja, meneer Kooijman, ja? Komt u maar naar binnen. Gewoon zoals altijd. Oké. Okay. Wat doet u nou? Nou, dat leek me wel wat voor de voorpagina. Dit is helemaal niet voor de voorpagina. Oh nee? En Corine Roodzeven dan, vorige week, die stond wel op de voorpagina. Als jij het badpak van je vrouw aantrekt, mag je er ook op. Kooijman, blijft u nog gewoon even staan, alsof u net binnengekomen bent. Briljant. Mijn dank is 1,80 meter en groeit nog steeds. Zie je morgen. Ja, 12:30, hè? 12:30. Meneer Kooijman, ja. Zullen wij misschien verder praten bij een kopje koffie? Nou, dat zou ik wel willen, maar ik moet hier wachten op mijn vriend Siem Stokvis. Oh. Oh, nou ja, dan praten we hier. Natuurlijk. Ga nu even zitten. Meneer Kooijman. Ja. Eén ding vond ik nou gek wat u zei. Hè? Nou krijgt u die gouden veiligheidsspeld. Ja. Voor een jaar lang schadevrij rijden. Mm-hmm. En dan nog zegt u dat buschauffeurs niet voldoende erkenning krijgen. Ja, meneer. Deze onderscheiding krijg ik misschien één keer in mijn leven. He, maar bij de politie en bij de brandweer worden ze om de havenklap onderscheiden. Ja, maar dat is dan altijd voor handelen met gevaar voor eigen leven. Ja, nou, wat dacht je dan van ons? Je stopt met je beurs bij bijvoorbeeld Halte Zuidplein, je doet de deur open... en 50 vrouwen willen tegelijkertijd naar binnen. Omdat het zo nodig uitverkoop is in de stad. Maakt natuurlijk van alles mee, hè. Zo. Nee, nou, vandaag komt een vrouw de bus in met een hond. Ja, niet zomaar een hond. Ik dacht eerst dat het een pony was. Ik zeg, mevrouw, dat bakbeest neem ik niet mee, hoor. Begint ze tegen me te schreven. Je bent zelf een bakbeest en het is een rashond. En weet je wel wat die hond gekost heeft? 200 gulden, zegt ze. Ik zeg, zoveel? Nou, dan heb je er ook weer geld voor een taxi bij je. Maar zijn het nou altijd vrouwen die de problemen veroorzaken? Ze zijn allemaal hetzelfde. Dan heb je eindelijk de deuren van je bus dicht en dan wil je weg. En dan is het van, chauffeur, is dit bus 52? Dan hebben ze wel eens de geld zien zoeken in de portemonneetje? Nou, daar zit van alles in, hoor. Vooral fotootjes. 5 generaties Rotterdammers soms in een zijvakkie. Maar een kwartje en een dubbeltje, hoop maar. U heeft dus nog nooit meegemaakt dat er een dame instapte, rustig, die wist waar ze naartoe wilde en die met gepast geld betaalde? Nee. Maar ja, ik zit er dan ook pas 16 jaar bij. Happy. Ja, daar is hij hoor, Siem Stokvis. En Siem, dit is meneer Jen Vlietstra van het Vrije Volk. Ah, meneer Vlietstra. Aangenaam. Maar u doet toch ook de sport? Ja, maar alles is afgelast. Dus over hem loopt u het net? Juist. Uw beste vriend? Ja. Ah, dat is mooi, dan kan ik u gelijk een paar vragen stellen. Heel graag. Gaat u zitten. En als het onderwerp Jaap Kooijman is, dan gaat ik door voor de 1000 gulden. Even kijken. Wanneer heeft u elkaar voor het eerst ontmoet? Nou, dat is toch al gauw weer zo'n 34 kilo geleden. 14 jaar geleden. 14 jaar. En wat doet u voor de kost, meneer Stokvis? Ik ben werkzaam bij de gemeente. Ah, ambtenaar. Inderdaad, ik ben... Rioldeskundige. Zo. Hij is putjeschepper. Ja, zo noemt de leek dat. En
Zit u wel eens bij uw vriend op de bus, meneer Stokvis? Oeh, als het enigszins kan wel, ja. Ja. Bij hem ben ik verzekerd van een comfortabele, veilige en rustige rit naar mijn bestemming. Kom wel bij. Bij hem hoef ik nooit te betalen. Hij is de leukste thuis. Op de deurknop, maar, want die geeft iedereen een hand. En de vrouw? Jij kennen de vrouwen een beetje met elkaar opschieten? Die zijn onafscheidelijk. Ja. Wij met z'n vieren, dat is net het cocktailtrio. Juist. Nou, goed. Dat lijkt me wel voldoende, heren. Ik zie u morgen met z'n viertjes bij de prijsuitreiking. Heel goed. Tot morgen, meneer Vliestra. Tot morgen. Tot morgen. Goed, ja. Ik heb de hele dag geen oog dicht gedaan. Hoezo? Om jou. Een heel jaar schadevrij en dit de laatste dag. Statistisch gezien was de kans heel groot geweest dat je uitgerekend vandaag tegen een boom was geknald. Wel, nee, Simon. Dit was een dag zoals alle anderen. Dat is al best. Ik heb toch geen enkel risico genomen. Ik heb de hele dag zo gelopen. Echt? Ja. En reken maar dat het niet meevalt, hoor. Om zo een strontschep vast te houden. Goedenavond. Hey, Blan. Adia. Morgen de grote dag, hè? Mag je wel zeggen, Karel. Nou, het is je van harte gegund. Hey, zeg, hoe worden jullie eigenlijk morgen opgehaald? Wij worden niet opgehaald. We gaan gewoon met de brommen. Helemaal niet. Het is nou morgen regent. Je neemt mijn auto. Jo, en jij dan? Ah, ik heb later dienst. Ik lig morgen de hele dag op bed. Hier, sleutels. Karel, dat is niet niks, hè? Je auto uitlenen, hè? Ah, joh, wat kan mij nou gebeuren? Jij bent toch de beste chauffeur van de zaak? Hé, hey, een fijne dag, hè, morgen. Oh, het is die blauwe kever, dat weet je. Even dubbel klutsen als je terugschuift. Een kreukelaar, hoor, die kever. Ja, ja, zeker. Ja. Heb je het nummerbord gezien? Ja. Emma, moeders armoei. Dat is allemaal de gift, hè? Want Karel heeft die wagen fantastisch opgeknapt. Ah, dat vind ik toch ook wel, ja. Trouwens, één ding moet je me even uitleggen. Kijk, je hebt duizenden goede chauffeurs. Mm. Maar ze hebben allemaal natuurlijk wel eens een keertje een deuk of een kras. Maar jij nooit. Hoe flik je dat op? Dat is heel simpel, Siem. Ik heb één vuistregel. Kijk uit je doppen. Ah. Kun je uit je doppen kijken? Nel. Waar is mijn nieuwe riem? Nel, mijn broekzak zo af. Waar heb ik mijn riem gelaten? Op tafel. Waarom stop jij altijd alles weg? Hier is je das. Weet je zeker dat die goed is voor bij mijn nieuwe jasje? Als de reus bij Rotterdam. Nou, schiet hem maar op, anders komen we te laat. Ik was al lang klaar geweest dat ik jou niet steeds moet helpen. Doe toch niet zo nerveus? Zeg toch niet steeds dat ik nerveus ben? Ik ben helemaal niet nerveus. Straks word ik nog nerveus. Oké. Je hebt het voor elkaar. Ik ben nerveus. Nel. Waar zijn mijn zondagse schoenen? Bij de schoenmaker. Je hebt ze gisteren gebracht. Hadden ze vandaag toch wel klaar kunnen zijn? Stel je toch niet zo aan. Zo gauw gaat het niet. Ja, je zou er op moeten kennen wachten, hè? Bij de toonbank gewoon. Kopje koffie erbij. Wat markeert er aan die dan? Die zijn toch prima? Ja. Vind je van mijn nieuwe jurk? Hé? Mooi, 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 mooi. Schiet hem maar op, anders komen we te laat. Als die nou maar leuk uitkomt, hè, op de foto. Vast wel, vast wel. Nel, schiet hem wel op. We moeten daar om 12:30 zijn. Ja, ja. Heb jij voor mij een zaddoek? Even met mijn jasje, zo. Ja, bovenste la. Ah. Deze goed, ja? Ja, is wel een nieuwe, hè? Ja. Dus alleen als lefdoek gebruiken, denk erom. Dus niet voor zo, maar voor die show. Wat sta je nou om te doen, Jaap? Ja, dat is nylon, dat is te glad. Dat blijft niet zitten, die strop. Zenuwachtig, Jaap. Breng jij hem ook al? Kom maar hier met dat ding. Laat dat maar aan een oude padvinder over. Ik weet alles verknopen. Ja. Paalsteek of mastworp? Gewoon de knoop of een engel? Gewoon! Oh, zijn jullie nog niet klaar? Nelly ook nog niet. Oh, die heb altijd zoveel tijd nodig. Goh, doe ik mijn jas nog even uit. Wat doe je nou, man? Hele knoop verknoeid. Kijk maar uit dat ik jouw kop niet verknoei. En Jaap, hoe vind je hem staan? Leuk, 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 leuk.
Heb ik die nou niet alles eerder gezien? Nee hoor, die heb ik gisteren gekocht. Mooi, hè? Hey, het is een exclusief model. Is er maar één van. Ga jij nou maar boven je nieuwe jasje aantrekken, hè? Hai, zus. Wat vind jij van... Meiden, jullie weten niks van mij, maar die jurkies hebben wel erg veel van elkaar weg. Veel van elkaar weg? Het lijkt net de Kessler-tweeling. Hoe kun je me dit aandoen? Wat nou? Ik heb jou verteld dat ik voor deze jurk naar Gerson zou gaan. Dat heb ik jou verteld. Nou wordt hij helemaal mooi. Geef het nou maar toe. Je bedenkt zelf nooit wat. Je doet enkel mij maar na. Och, hoor haar. Meiden, we hebben nou geen tijd om ruzie te maken, hè? Dit is heel eenvoudig op te lossen. Oh ja. Houdt de man. En de andere doet hem uit en gaat hem maandag ruilen. Ja. En wie mag hem dan aanhouden, hè? Diegene die hem het beste staat. Ja. Nou, als ik jou was, zou ik me maar gaan omkleden, mevrouw Stokvis. Ik hou hem aan. Ik hou hem aan. Als zij hem aanhoudt, dan ga ik niet mee. Als zij hem aanhoudt, ga ik niet mee. Bijna. Zit niks anders op. Geen nummer z'n tweeën. Hartstikke zon, ik was er graag bij geweest. Goh, gouden veiligheidsspeld. Burgemeester, biertje erbij. Ja, maar je moet er toch ook bij zijn? Dat is toch te gek, Simon? Weet je wat? Jij gaat gewoon naar boven en zegt tegen zus dat ze wat anders aantrekt. Maar ja, ik ben nog te jong om te sterven. Ja. Wat de mooiste dag van mijn leven moet worden. Goed, oké, ja. Ik ga het proberen. Probeer, ja? En ik doe het echt alleen voor jou, ja? Goed. Zij die sterven gaan, groeten u. Hm? Of zoals ze in het Latijn zeggen, mortuarium salami. Nel, toe nou. Niks te toe nou. Nel, wees nou redelijk. Is een jurk nou belangrijker dan 14 jaar vriendschap? Als het dezelfde jurk is wel. Straks staan we op de foto met allebei dezelfde jurk aan. Nee joh. Als hij dan die foto gaat maken, dan ga ik gewoon even voor te staan. Denk het maar. Nel, doe nou niet zo kinderachtig. Ja, kom eens, kom op. Wat vindt gij van mijn nieuwe jasje? Aan de hand, hè? Hartstikke lief van je. Het spijt me wat ik daarnet allemaal zei, hoor. Ik meen het niet zo. Maar ik ook niet. We zijn toch vriendinnen of niet? Ja, ik heb het gehoord. Dus als we dat jasje niet willen ruilen met die gescheurde maat, betaal jij. Goed. Oh. Ik moet weer naar boven. Wat is dat nou weer? Ja, mijn hart zit los. Als ik nog één stap zet, dan breekt hij af. Het is een complot van jullie allemaal tegen mij alleen. Ik ben al. Ja, wie ga jij vast de auto halen? Wachten wij op zus. Dat scheelt in de tijd. Nou, nee. Geef mij de sleutels maar, dan doe ik het wel. Wat dan? Nou, je bent een beetje foofje toe. Ja, je bent nerveus, laat mij dat doen. Ja, nou, het komt heus allemaal wel in orde, hoor. Heel voorzichtig, hè? We willen niet dat je strandt in het zicht van de haven. Laat hem nou maar, Simpie. Hij is toch al zo opgewonden. Ja, maar daarom wou ik nou juist rijden. Had hij lekker naast me kunnen zitten. Komt heus wel goed. Het is nou eenmaal de grote dag voor hem. Ja, dat is waar. Nou, mag je wel zeggen. Oh, burgemeester, de fanfare van de RET, de gouden veiligheidsbelt. Kortom, de Jaap van jou is de beste chauffeur van de stad. Zeker weten. Nou, denk jij dat het is wat ik denk dat het is? Ik denk het wel. Nee, zeg dat het niet waar is. Kan jij niet uit je doppen kijken? Uit mijn doppen kijken, het is uw schuld. Mijn schuld? Ik had voorrang. Wij hebben je auto leren rijden. Kom, Nel. Kom. U wagen, wat dacht je van de wijn, hè? Nel, kom nou. Ik heb me niet meer bewegen, Sim. Wacht. Voorzicht. Flauw gewoon. Voorzicht. Blijf staan. Even blijven staan. Even de doek. Zo. En ga zitten. Heel goed. Niet bewegen, Nel. Niet bewegen. Nou, gelukkig had ik nog een extra paard staan. Nou, wat is er aan de hand? Ja, een aanrijding. Oh, nee toch? Politie, hallo,
Politie! Jazeker, politie, ja, politie! Sander, wees nou verstandig! Daar zult u spijt van krijgen. Ik had voorrang. We hebben je leren rijden op de kermis. Sander! Dat zult u gewaar worden. Hendrina, wacht je in de wagen. Ik ga de politie halen. Ja, dat moet je zeker doen, ja. Nee, ja, geen politie, geen politie. Nee, het was zijn fout. Ja, dat maakt niet uit. Zo'n agent moet procesverbaal opmaken als ze er bij de krant achterkomen. Dan ben je de klos. Ik zie de koppel staan. Winnaar gouden veiligheidsspeld, maakt aanrijding, onderweg naar uitreiking. Dat is het. Ja, er is nog één ding om. Jij betaalt voor die kras in de knaapse auto. En je koopt een nieuwe koplamp voor Karel. Ja, wees nou de wijste. Oké, waar is die vent? Denk wat met die ding, als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Meneer, laat die politie nou maar, we regelen het onderling. Maar het is uw schuld. Ja, wat maakt dat nou uit? U hebt een heel klein krasje, dat betaal ik wel. Nou, u mag van geluk spreken dat ik een beetje haast heb. Anders had u al lang in de cel gezeten. Mensen die rijden zoals u, die zijn een gevaar voor de maatschappij, meneer. Noteert u mijn naam en adres nou maar, dan maak ik het maandag met u in orde, ja? Dat is toch heel redelijk, meneer? Nou, je mag echt van geluk spreken. Wat is uw naam dan wel? Kooiman. Kooiman. De winnaar kan elk ogenblik hier zijn. Wacht u even op mijn kantoor. Ja, graag even zitten. Het was een hele schok, zeg. U hebt wellicht wel een hoofdpijnpoeier voor ons? Natuurlijk. Ze komt er aan, hoor. Kooiman die laat zich excuseren, hè? Die ligt met griep op bed. Ja. Maar bij meneer Harmsen op kantoor, daar zit iemand anders, hoor, die zich bereid heeft gevonden om de uitreiking te verrichten. Rechter van der Scheur. Nou, zeg maar Dracula van der Scheur. Hm? Dracula van der Scheur? Ja, reken maar, die zuigt je helemaal leeg. Voor het minste of geringste kreeg je 15 gulden boete en een breek van een kwartier. Ja, maar hij heeft de grootste waardering, hoor, voor een heer in het verkeer zoals jij, hè? Hij wilde de speld graag aan je uitreiken. Ga zitten, Kooiman. Dan zal ik eens even zeggen dat je er bent, hè? Ja. Zo trots op je. Alles klaar, Willem? Jo. Dames en heren, uw directeur, de heer Harmsen. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? eenmaal de luiers ontgroeid, denken wij natuurlijk de veiligheidsspeld niet meer nodig te hebben. Het tegendeel is echter het geval. De gouden veiligheidsspeld is een onderscheiding die binnen het Rotterdams busgebeuren niet meer weg te denken valt. Zonder overdrijving zou je kunnen zeggen dat deze onderscheiding een bindende factor is binnen onze openbaar vervoerswereld. Dat wij, als het ware, met gouden veiligheidsspeld uit elkaar hangen. Helaas, burgemeester van Welsen is aan het ziekbed gekluisterd. Niet ernstig, maar toch, een verhoging. Het doet me echter bijzonder veel genoegen een plaatsvervanger bereid te hebben gevonden van dezelfde brieën en voortreffelijkheid, de edelachtbare heer rechter van der Scheur. Scheur, meneer Kooiman. Heeft deze man de gouden veiligheidsspeld verdiend? Inderdaad. Ja. Meneer en ik waren zojuist betrokken bij een verkeersongeval. Daar zit nou een mooi verhaal in. Aanvankelijk was ik van mening dat de schuld van het ongeluk bij meneer hier lag. Maar mijn vrouw heeft mij ervan weten te overtuigen dat het mijn eigen domme fout was. Ik had namelijk mijn leesbril op. Nog steeds, hoor, lieve. Meneer Kooimans, het is mijn eer en een genoegen
u de gouden veiligheidsspeld uit te reiken. Dank u wel. En ik wil er nog aan toevoegen dat ik mijzelf veroordeel tot een boete van 15 gulden. Ja, en een preek van een kwartier. Kijk eens nou, de ropers. Wat fantastisch, meid. Wat krijg je van me? Oh, helemaal niks. Die is van ons voor Jaap. Ah, je bent een schat. Zeg, mag ik die gouden speld nog even zien? Zou je even moeten wachten tot Jaap thuis komt? Hij heeft hem opgedaan. Zijn uniform? Hadden we vannacht zelfs op zijn pyjama. Nou, ik ben zo benieuwd wat er in de krant staat. Is de krant er al? Zal ze wel komen, Jaap? Dat is even Jaap. We gaan zo eten boerenkool met worst. Boerenkool met worst? Ja, lekker, hè? En die worst, die heb je van ons. Ik sta straks met een foto in de krant als de beroemdste Rotterdammer van Nederland. Wat geeft mijn vrouw mij te eten? Boerenkool met worst. Recept van je moeder. Ja, kom eens, Goijman. Mag ik u feliciteren met deze verbluffende fotografie? Hier met die krant. Er is wel een roerende tafereel op de gevoelige plaats vast. Hier met die krant, voor feestje. De man die deze kiek geschoten heeft, verdient de Nobelprijs voor de journalistiek. Wie staat er nou in die krant, jij of ik? Ja, jij of ik. Jij en ik, zou je bedoelen. Eruit. Ja. Eruit! Wat is er nou? Ben jij ook wegwezen? Is die goed, Jaap? Dit is een complot. Een stokvissencomplot. Kom eens, wegwezen. Als je niet maakt dat je wegkomt, dan gebeuren er ongelukken. Eet smakelijk. Ja, kom. Wat is er in vredesnaam aan de hand? Dit is er aan de hand. Rioldeskundige Simon Stokvis toont hier zijn vriend buschauffeur Jaap Hoorman, die tijdens de uitreiking van de gouden veiligheidsspeld onwel geworden is. Hey, Jaapie, trek het je nou niet zo aan, joh. Wie heeft nou die prijs gewonnen? Jij toch? Dat is toch fantastisch? De beste chauffeur van het jaar. Daar verandert zo'n foto toch niks aan. Vind je dat echt? Tuurlijk. Jongen, ik ben zo trots als een pauw. Schat, je bent het eind.